De centrale markt komt met iets nieuws. Dit weekend gaat de markt voor het eerst open op de zondag. En wel een zondagse markt. Er is een nieuw ding van de markt om meer mensen aan te trekken naar de markt toe. Ja, is uniek. Historisch ook een moment, zondag 5 december 2021, dat de Centrale Markt en Friese Markt op de zondag open gaat. Het is iets dat al gepland was. Ik had al in mijn mind van, er moet iets meer gedaan worden naar de markt toe. Omdat je ziet dat de aanloop ook heel slecht is. De mensen verkopen niet. En het is een aantal factoren waar het blijkt dat de mensen niet in de markt kunnen komen. Dus ik wil de mensen ook een beetje nieuwsgierig maken. En ik wil ook dat de mensen ook moeten kijken van wat er in de markt, Centrale Markt te bieden is. En het was een mooi moment om te zeggen van zondag Centrale Markt openstellen. En het is een feit nu. We gaan het doen samen met de standhouders, samen met de groothandelaren. Ook mensen daarbuiten ook, die willen hun producten verkopen. Ik heb de mensen ook gelegenheid gegeven om te komen om hun producten te verkopen. Het is iets uniek, omdat ook de binnenstad, je ziet op de zondag dat de binnenstad ook helemaal doodgebloed is. Er is geen enkele activiteit, helemaal rustig. Dus door de zondagmarkt op de Centrale Markt, Friese Markt, is er een beetje beweging in de binnenstad. En ik hoop dat de regering ook inspeelt om meer activiteiten te organiseren in de binnenstad. Waardoor die mensen ook meer kunnen zien in de binnenstad. U weet het ook dat parkeer ook een probleem is. Dat die mensen niet in de markt kunnen komen. Als ze moeten komen, dan moeten ze helemaal ver parkeren. Toch? En dan moeten ze weer met hun groente sjouwen naar hun auto waar ze hebben geparkeerd. Dus de kans is nu op de zondag dat ze kunnen parkeren, vrij. Er is vrij parkeren. En dat kunnen ze ook vrij in de markt komen. Het is heel veel aan te bieden op de zondag. En we willen ook de andere markten concurreren. U weet dat de Centrale Markt altijd goedkoopse groenten hebben. De groentenprijs is gedaald. De goederen ook zijn heel goedkoop op de markt. U ziet de bovenverdieping. Dat de prijzen ook gedaald. De mensen hebben hun prijzen gedaald. Reden waarom? Omdat de concurrentie ook. En de verkoop is slecht. Dus omdat ze zo slecht verkopen door de week. Dan hebben we gedacht van, laten we dat op de zondag openstellen. Laten we kijken hoe de samenleving gaat reageren. De reactie is ook positief. Die mensen hebben gezegd van, ja, is goed. Die mensen gaan ook kijken nemen wat er allemaal op de markt gebeurt op de zondag. Dus ik hoop, samen met de bezoekers, samen met de standhouders, dat we een geheel iets moois wordt. Ja, de standhouders, of de standhouders, de man laboratories, hoe zijn de reactie voor de standman? Kijk, niet allemaal hebben positief gereageerd. U weet van, kijk, de markt is zes dagen open al. Maandag tot zaterdag. En op de zondag is, dat wil zeggen, je hebt nog een dag. Dat wil zeggen, je hebt geen rust meer. Maar ik zei altijd van, ze zijn eigen baas. Zij moeten kijken van hoe ze moeten plannen. Toch? Waar ze kunnen zeggen van, ik ga door de week thuis blijven. En maar zondag ga ik komen, omdat ik op de zondag meer kan verkopen. Toch? Dus zij moeten kijken van hoe ze moeten plannen. Ik verplicht niemand op de zondag te komen. We hebben al een aantal mensen die 60%, 70% gaan die mensen wel op de zondag komen. Dus ik verplicht niemand. Het is heel gratis. Het wordt niet berekend in de standgelden van de mensen. Het is heel gratis. Het is een pilot. December maand gaan we elke zondag open zijn. Toch? Van 5:00 's morgens tot 2:00 in de middag. Iedereen heeft de gelegenheid op te komen om te verkopen. En ik hoop dat die mensen toch de kans nemen. Het is uniek. Het is voor het eerst in zoveel jaren dat de markt ook op de zondag open gaat zijn. Dat de mensen ook meer kunnen verdienen. Toch? En dat de markt niet doodbloedt. Want je ziet het, de markt is al slap. Mensen komen niet meer op de markt. Het is niet zo aantrekkelijk meer. Toch? Door een aantal factoren. Maar ik wil de mensen toch nieuwsgierig maken om te kijken wat er allemaal te bieden is. Dus dat is de reden dat we ook de Centrale Markt, Friese Markt op de zondag gaan openstellen. Ja, u zegt er komen een aantal mensen niet meer naar de markt. Waar, u zegt een aantal factoren, waar denkt u dat het toch aan kan liggen dat de animo vanuit de samenleving om naar de Centrale Markt te komen is afgenomen? Kijk, als u ziet de laatste dagen, dan ziet u dat er zoveel vergunningen zijn gegeven. Bermvergunning, marktvergunningen, andere markten die op de woensdag en de zondag alleen open ging, gaan ook op de vrijdag open, op de zaterdag gaan ze open. Je ziet dat er zoveel vergunningen worden gegeven dat naast je, waar je blijft zelf, daar zoveel mensen groenten verkopen. Dus de concurrentie naar de markt is heel groot, waardoor de mensen ook makkelijk hun groenten willen verkopen. Je ziet ook de straat, ook dat er zoveel illegale venters zijn op straat. Toch? Waardoor die mensen ook niet naar de markt willen komen. Ze willen een beetje makkelijk groenten kopen. Ze namen zijn een beetje makkelijk, ze willen niet
een beetje forceren of ik kom naar Woyo, daar ben ik morgen op. Maar als ze daar langs de straat lopen, dan maar bij groenten dan maar ik ben. Niet weten van hoe de groenten worden verkoopt. Want je ziet, op straat verkopen is onhygiënisch. Je ziet hoe die mensen verkopen, ze zetten hun groenten naar beneden. Je weet niet waar ze hun groenten bergen. Maar de mensen kopen gewoon hun groenten. Dus de illegale venters is ook een van de actoren waardoor waar de mensen niet in de markt komen. Het is ook dat ook door het beleid, dat de bustarief is verhoogd. Dus de mensen willen niet speciaal vanuit huis een bus nemen om naar de markt te komen, om groenten te kopen, om terug te gaan, want de tarieven zijn ook verhoogd. Dus wat doen ze? Ze gaan eerst naar hun supermarkt of naast waar er groenten wordt verkocht in de buurt, kopen ze hun groenten en dan zijn ze thuis. Dus er zijn aantal actoren die spelen dat de centrale markt een beetje achteruit is gegaan. Dus dat is het. Wij als, ik als marktmeester, we proberen de markt weer op de plaats te geven waar het was, waar het moet zijn. Toen is een markt. Groenten, alles moet hier verkocht worden. Daarom is er een markt. Men moet ook weten van dat men ook geen groenten mag verkopen in de nabije omgeving van de markten. Er is een wet. De regering moet ook kijken dat ze de markt moet behouden. En ook mee ondersteunen en de mensen ook beschermen. Heeft u de zaak van de illegale venters, heeft u het aangekaart bij de DC die in de buurt komen van de markt, in de omgeving waar dus men niet mag verkopen? Klopt, we hebben gezeten in een gesprek met een aantal actoren, met de politie, resortcommandant, meneer Chakot, met de districtscommissaris, met de minister, voor ordening binnenstad. Ordening binnenstad wil zeggen, we gaan de binnenstad ordenen. Dat wil zeggen, we gaan de bermen vrijmaken, zodat die mensen vrij kunnen lopen. 1, 2, we gaan geen toestemmingen voor kunnen geven om op de bermen, vooral in de binnenstad, van Paramaribo te verkopen. De binnenstad Paramaribo moet gewoon een trekprijster zijn. Straks hebben we zoveel toeristen meer weer in Suriname. Dan moeten die mensen vrij lopen, ze moeten vrij bewegen in de binnenstad. Het is een voorbeeld naar de andere districten ook. Dus men moet even goed kijken naar het plan, om plan te maken zodat we de illegale venters weg kunnen halen van de binnenstad, de bermen vrij kunnen krijgen, zodat die mensen vrij kunnen lopen en niet dat we zien van dat het een chaos situatie is in de binnenstad. De straat.